Hij komt de gevaarlijke plekken zelf tegen als hij zijn dochter naar school brengt. Ik wil stoppen bij de driehoekjes. Stoppen. Nou, dit is een kruising waar het autoverkeer 50 rijdt, waar snorscooters en scooters op het fietspad rijden. En waarbij je eigenlijk in twee stappen moet oversteken, wat met een klein kind echt een angstige situatie is. Zo moet het niet. Zo moet het absoluut niet. Hoe het beter kan zien we in Nijmegen, waar ze veel geld steken in veiliger fietsen. Een hele grote lagere school, meer dan 1000 leerlingen. En die leerlingen moeten natuurlijk veilig naar school en dat kan via deze snelfietsroute. Deze route die loopt dwars door de hele woonwijk heen, dus alle buurten takken aan op deze route. Dan komen we hier bij de busbaan. En door de lage heggetjes heb je heel goed uitzicht op of er een bus aankomt en of je veilig kunt oversteken. Wat ook is, is dat wij het best moeilijk maken om met de auto hier bij de klif te komen. Nou, volgens mij zijn de maatregelen die we kunnen nemen zijn relatief simpel. En dat betekent om een weg als deze de snelheid omlaag brengen. De auto, zeker op tijden dat kleine kinderen naar school gaan, een regime voeren waarbij de 30 wordt gereden in plaats van 50. Eigenlijk is investeren in fietsinfrastructuur relatief gezien goedkoop. Nou, als je kijkt dat kinderen in Nederland de gelukkigste kinderen ter wereld zijn en dat dat een groot deel te maken heeft met een gevoel van autonomie, dan zouden we als land, wat mij betreft, heel veel moeten investeren om die kinderen autonoom naar school te kunnen laten fietsen. En dan is iedere euro die we daarin investeren is volgens mij goed besteed.